wiskunde, natuurwetenschappen, economie en rekenen. Vakken die kinderen vaak als lastig ervaren. De nieuwe stichting Leren in Os wil voorkomen dat leerlingen zakken voor een toets- of eindexamen. Door het geven van bijlessen en huiswerkbegeleiding kunnen ze beter voorbereid worden, meent voorzitter Frans Molenkamp. Wij zien zeg maar een gat in de markt, als je dat zo mag noemen. Maar we zien hier wel de ruimte dat daar behoefte aan is. Dat kinderen structureel worden ondersteund in hun bijles, zeker huiswerkbegeleiding. Een stukje discipline. Andere kant ook een stukje zorgen dat de scholen een hoger slagingspercentage krijgen, waar de kinderen extra steun kunnen geven die op scholen met de groepsonderwijs wat gegeven wordt, daar wel eens wat meer moeite mee hebben. En dat we die extra kunnen steunen. Dat ook onze kinderen uit Os ook betere slagingsmogelijkheden hebben. De bijlessen en huiswerkbegeleiding worden gegeven in het studielokaal van het Hooghuis, locatie Os-Zuid, en starten begin volgend jaar. De vakdocenten zijn al gevonden. Daarnaast is de bedoeling ook examentrainingen en workshops te geven. In Os zijn al meer initiatieven op dit gebied. Dit is anders omdat het niet commercieel is. We proberen daar in ieder geval te zorgen dat wij op een low budget, zo laag mogelijk, lage kosten, de kinderen een laagdrempelige, goed inhoudelijke platform kunnen bieden. Waar ze ook heel met kleinschalig, dus de groepen zijn niet groter, 6 tot 8 kinderen, zowel huiswerkbegeleiding als de vakdocenten, of de vakinhoud, om te zorgen dat ze daar de voldoende aandacht krijgen. En op elk niveau ook die aandacht krijgen die ze nodig hebben om hun studie tot een goed einde te brengen. Inschrijven kan nu al via lereninos.nl. Maar de website moet meer worden dan de mogelijkheid tot inschrijven alleen. Doel is, net als de website woneninos.nl, een portaal te maken van alles wat met het onderwerp te maken heeft. In dit geval het onderwijs in Os. We proberen ook veel naar buiten toe te treden. In die zin dat als iemand van plan is om in Os te gaan wonen, of een onderwijs in Os op zoek, dat ze Leren in Os aanklikken en daar proberen alle informatie die te verkrijgen is voor allerlei Os onderwijsinstellingen op elk niveau. Zodat ze ook, dat we met z'n allen, vooral het onderwijs als centraal, goed te vinden zijn. De bijlessen en huiswerkbegeleiding zijn bedoeld voor zowel leerlingen van basisscholen als leerlingen van het voortgezet onderwijs. De gemeente Os gaat de uitbreidingsplannen van Bol Packaging mogelijk maken. Wethouders Hendrik Hoeksema en Jan van Loon en directeur Peter Kouw van Bol ondertekenden hiervoor dinsdag een erfpachtovereenkomst. Dat heeft de gemeente vrijdag laten weten. De uitbreiding van de blikjesfabriek komt aan de Gaststraat Oost nummer 10. Daar staat nu nog een kantoorgebouw van MSD. De grond wordt door de gemeente gekocht van MSD en Bol krijgt het terrein daarna in erfpacht. Het voormalige Thomas en Drijver maakt ongeveer 5 miljoen blikjes per dag. Door de uitbreiding kan de productie worden opgevoerd en dat levert 75 nieuwe banen op. Overigens moet Bol nog wel toestemming krijgen van het hoofdkantoor in Amerika. Met de investering is 60 miljoen euro gemoeid. Net als zoveel andere basisscholen in de gemeente heeft ook het Molenveld in Berchem vrijdag een kerstviering gehouden. En deze school pakte dit jaar wat anders aan dan normaal. In plaats van een viering binnen werd de buitenwereld opgezocht. Langs de route tussen de school aan de Wilhelminasingel en kinderboerderij De Beestberg aan de Kloosterstraat werden op 6 plekken taferelen uit het kerstverhaal in chronologische volgorde gespeeld door kinderen van de groepen 8. De andere leerlingen trokken in kleine groepjes langs de toneelstukjes. Bij de kinderboerderij werd uiteindelijk het kindje Jezus gepresenteerd. En na afloop was er op school een buffet. Dag dames en heren. We zijn alweer toe aan de laatste kandidaat voor de titel Nieuwsmoment van het jaar 2011. En dan gaat het over de komst van de nieuwe burgemeester naar Os. Wobine Buijs als opvolger van Herman Klitsie. Daar kunnen we natuurlijk ook in dit overzicht niet omheen. We kijken naar een item van 30 september. Een volle raadzaal was donderdagavond getuige van de installatie van de nieuwe burgemeester van Os, Wobine Buijs Glaudemans. Onder applaus werd ze samen met haar man en kinderen ontvangen. Commissaris van de Koningin Wim van der Donk was aanwezig om de beëdiging en de installatie voor zijn rekening te nemen. Na het afnemen van de belofte werd de bijbehorende akte ondertekend en was het allemaal officieel. SP'er Jan Zol mocht als waarnemend voorzitter namens de gemeenteraad een woordje doen. En toen kwam het symbolische moment van het overdragen van de ambtsketting door loco-burgemeester Jan van Loon. Vrijdagochtend kon de kerstverse burgemeester met plezier terugkijken op de vorige avond. Ontzettend leuke avond. Ik vond het gezellig, inhoudelijk. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Eigenlijk, wat mij verbaast is, waren zo ontzettend veel mensen uit Os ook gekomen. En dan bedoel ik natuurlijk ook alle dorpen die er omheen zijn. Maar ja, ik zeg altijd maar gewoon Os.
En de gildes vond ik geweldig dat die er waren. Hè. Ik heb begrepen dat het er 5 zijn. Dat vind ik leuk. Daar ga ik absoluut nog verder mee kennis maken. Dus ik heb eigenlijk een soort proeverij gehad van alles wat er te beleven is in Os. En dat vond ik fantastisch. Donderdagavond na de installatie werden er uiteraard heel wat handen geschud. En dat heeft Wobine Buijs de afgelopen maanden ook al gedaan. Toen ze op pad was door de gemeente om alvast een goed beeld te krijgen. Daarover vertelde ze in haar eerste toespraak voor de raad. Ik ben veel in Os geweest. Ik heb ontzettend veel gelezen. Ik ben lekker in het museum geweest. Ik heb daar alle boeken weggehaald. Ik heb de kanon van Os bekeken. Ik ben bij de uitreiking geweest van het boek van de Rotary, wat geschreven was door Joost Flemmings. En gewoon met veel mensen in gesprek. En het leuke is, als je dan nog niet burgemeester bent, is dat je dat nog wat makkelijker kunt doen dan als je al burgemeester bent. En daardoor heel veel sfeerbeelden gekregen. En dat gaf me wel eigenlijk de inspiratie om te zeggen, nou, ik denk dat dit het beeld is wat ik van Os wil neerzetten. En wat voor mij belangrijk is. En ik heb de indruk dat het goed ontvangen is. De komende weken staan volgens de nieuwe burgemeester voor een groot deel in het teken van kennismaken en inwerken in de materie. Nou ja, wat we verder gaan doen met inwerken is natuurlijk ook een heleboel dossiers. Er komen begrotingsbehandelingen aan en dan kun je wel doen alsof het over het geld gaat. Maar het gaat natuurlijk over de achterliggende dossiers en de keuzes die gemaakt moeten worden. Dus daar wil ik me ook grondig op inwerken om een gevoel te krijgen voor wat de afwegingen zijn die het college maakt. Aan de andere kant, ik ben voorzitter van het college en het is mijn taak om te zorgen dat het besluitvormingsproces goed gaat. Dus daar ga ik mee aan de slag. Bij haar vertrek bij de provincie kreeg Wobine Buijs van haar collega's kaartjes voor de veelbesproken film De Bende van Os. En ook na het zien van die film heeft ze nog geen spijt van haar beslissing om hier naartoe te komen. Nee, sterker nog, we kregen kaartjes voor het hele gezin. Dus het was ontzettend leuk. We zaten met het hele gezin bij de publiekspremière. En juist niet. Ik vind die geschiedenis en hoe je dat ook overal terug kunt vinden. Mensen zijn trots op Os en er hoort de bende van Os bij. En dat is dan zo. Helemaal goed. Ik hoop dat ze vandaag een gouden kalk krijgen. Ik heb in elk geval op ze gestemd. Na de officiële installatie kreeg de nieuwe burgemeester natuurlijk ook nog de voorzittershamer overhandigd. Voor de gelegenheid helemaal opgepoetst. En daarmee mocht Wobine Buijs haar allereerste raadsvergadering afsluiten. Dames en heren, het is mijn genoegen om vanavond nu de vergadering te mogen sluiten. Dank u wel. Wobine Buijs geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Os. En u weet het inmiddels, u kunt zelf stemmen op dit moment of een van de 4 andere onderwerpen voor de titel Nieuwsmoment van het jaar 2011. Dan kunt u een mailtje sturen naar nieuwsmoment@d-tv.nl. Zaterdag dan wordt bekend wat het nieuwsmoment volgens u, de kijker, is geworden.